Hey, en wat leuk dat je er bent. Welkom bij deze allereerste video van 2022. Voor als je nieuw bent, hoi, mijn naam is Jamie en welkom op mijn kanaal. In deze video gaan we lekker plannen, want het nieuwe jaar is begonnen en die wil ik gelijk goed gaan starten door een goede planning te maken waar ik me ook echt aan kan gaan houden. Dus ik ga mijn Masha planner er lekker bij pakken. We pakken een lege pagina erbij en we gaan lekker plannen. Laten we beginnen met het plannen. De pen die ik trouwens gebruik is deze van de winkel Muji. En daarmee schrijf ik nu als allereerst de maand op. En het is natuurlijk de allereerste planning van 2022. Dus ik schrijf er ook nog even 2022 achter. En daarna maak ik eigenlijk gewoon mijn layout. Dus bij elke dag schrijf ik to-do neer in het grootste vakje. En dit keer ook even bij notities. En daarna schrijf ik in het eerste vakje schrijf ik YouTube. Want daar schrijf ik al mijn YouTube dingetjes die ik moet doen voor YouTube. Voor mijn YouTube kanaal en zakelijke mailtjes en dat soort dingetjes. En dan ga ik daarna naar het kopje daaronder en daar schrijf ik afspraken. Die zal deze week best wel heel erg leeg zijn, want ja, het is vakantie. Dus ik hoef bijvoorbeeld niet naar school. Het is lockdown, dus je kan ook niet zomaar ergens heen. Dus die zal gewoon niet zo vol staan. Maar ik wil hem er toch wel even bij zetten, omdat ik hem er altijd bij zet. En het onderste vakje ga ik gebruiken voor productiviteit. Dus ik wil aankruisen hoeveel productiviteitsbolletjes ik vind. Dus ben ik heel productief, dan kleur ik zoveel mogelijk bolletjes. En ben ik niet zo productief op een dag, dan kleur ik bijvoorbeeld maar 1 of 2 bolletjes. En dat groene vakje wat je trouwens ziet, dat is mijn deadline vakje. Want ik heb binnenkort allemaal deadlines. En ik wilde die even allemaal op een rijtje hebben staan. Nu vul ik dus eigenlijk al mijn YouTube dingetjes in. Dus wanneer ga ik wat filmen, wanneer ga ik wat editen. En ja, dat soort dingetjes. Ik gebruik nu allemaal afkortingen, zodat je nog niet weet wat voor video's er komen. Kan je zelf een beetje erover nadenken, maar dan is het een beetje een verrassing. Vind ik ook wel wat leuker. En als een video dan niet lukt, dan ben je ook niet teleurgesteld. Ja, je ziet, hier maak ik wel eens een foutje. Dus dan pak ik er gewoon wat Tipex bij en dan schrijf ik het over de Tipex heen. En dan is het weer opgelost. Want je kan het niet altijd perfect opschrijven en dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Zoals je ziet moet ik altijd best wel veel doen voor YouTube. Dus we maken er even een mooie planning van. En dan ga ik daarna invullen van mijn afspraken. En ik heb eigenlijk maar 1 afspraak. En dat is om 11 uur aan het onderzoek werken met Lotte. Voordat we verder gaan met het maken van mijn to-do-lijstjes, wil ik het even kort hebben over gewoontes. Want ik wil dit jaar heel erg graag gewoontes bij gaan houden. Dus dat ik gewoon elke dag opschrijf van ben ik productief genoeg, heb ik genoeg water gedronken. Maar ook bijvoorbeeld mijn humeur wil ik heel graag bijhouden. En ik dacht, ja, dat past gewoon niet zo goed in de Masha planner. Daar is niet genoeg ruimte voor. Dus ik dacht, ik ga weer lekker beginnen in mijn bullet journal. Maar toen ik erover na ging denken, weet je, een bullet journal kost gewoon echt heel erg veel tijd om dat iedere keer te tekenen. En ik wil het dan wel een beetje creatief doen. Ja, kost gewoon veel te veel tijd. En ik heb die tijd gewoon momenteel niet. Dus nu heb ik een andere hele goede oplossing, namelijk deze Quick Journal. Dit is ook een bullet journal, maar deze is al helemaal voor jou uitgetekend. Dus het enige wat je hoeft te doen is het boekje te pakken en hem in te vullen. En dan heb je allemaal verschillende soorten trackers. Ik neem hier bijvoorbeeld maart als voorbeeld. Het is een van mijn favoriete thema's in dit boekje. Je begint gewoon lekker simpel met een agenda. Dan heb je je goals voor de maand. Je hebt gewoon een notitiepagina waar je gewoon alles op kan schrijven wat je maar wilt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een korte to-do-lijst voor die maand. En een van mijn leukste pagina's vind ik Highlight of the Day. Dan kan je dus opschrijven wat het leukste was van die dag. En dat is gewoon leuk om later weer terug te lezen. En dan de trackers die we allemaal willen. En dat zijn de Habit Tracker, de Mood Tracker, de Water Tracker en de Sleep Tracker. Oftewel je gewoontes, je humeur, je water en je slaap kan je dan allemaal bijhouden. Super makkelijk, je hoeft alleen maar het boekje erbij te pakken. En dan kan je het dus invullen. Dus ben je nou erg benieuwd naar dit boekje? Ik zal een linkje naar deze site even in de beschrijving zetten. En ik heb speciaal voor jou ook nog eens een kortingscode. Namelijk met de code JAMIE5 kan je 5 euro korting krijgen op dit boekje. Hij is misschien wat aan de prijzige kant, maar ik denk dat dit echt heel erg goed is voor je mentale gezondheid. Gewoon omdat je dingetjes bij kan houden. Als het dan een keer wat slechter gaat, dan kan je misschien terugzoeken waarom gaat het op dit moment slechter. Voor mij is het echt de perfecte oplossing. Het kost niet heel erg veel tijd, maar ik kan wel alles bijhouden wat ik wil. Dus kijk even in de beschrijving en dan gaan we lekker snel verder met plannen. En dan gaan we weer verder met het maken van mijn to-do-lijstjes. Eigenlijk mijn algemene to-do-lijstjes, wat ik elke dag wil doen. Maar daarbij moet ik dus ook nog de YouTube to-do-lijst maken. Dus ja, voor mij werkt dit gewoon het allerfijnst. En hier moet ik bijvoorbeeld naar de kruidvat en dan heb ik gelijk gewoon mijn boodschappenlijstje erbij gezet. Ja, het is vakantie, dus ik heb bijvoorbeeld geen lessen waar ik heen moet.
of ik heb geen stage, ik heb geen dansen. Dus daardoor zijn er al heel veel dingetjes weggevallen. Maar op woensdag ga ik bijvoorbeeld wel weer werken aan het onderzoek met Lotte. Dus dan maak ik eigenlijk een to-do-lijstje in mijn to-do-lijstje. Dus eigenlijk een sub-to-do-lijstje. Nou, je ziet wel wat ik nu allemaal opschrijf. En verder zijn het gewoon eigenlijk hele simpele dingetjes die ik allemaal op mijn to-do-lijstje zet. Ik probeer een beetje wat vaker mijn kamer op te ruimen. Ik wil graag wat meer workouts doen of bijvoorbeeld boeken lezen. Dus dat schrijf ik er allemaal gewoon in op. Ja, het is allemaal niet zo heel erg bijzonder. Doe jij heel erg veel in deze vakantie? Want weet je, de feestdagen zijn net voorbij en daarna is het nog een week vakantie. Wat doe jij in die week? Want ik ben dan echt uit mijn ritme, heel erg lui. Ik vind het heel erg lastig om dan weer in mijn ritme te komen. Dus ja, veel komt er niet qua nuttigheid uit. Dus ik wil ook niet te veel opschrijven in dit lijstje. Maar je ziet zo een beetje wat ik dus allemaal ga doen deze week. En als allerlaatste schrijf ik nog even een kort overzicht van mijn komende deadlines op. Dit zijn niet alle deadlines die ik heb en niet alle toetsen die ik heb. Maar even de belangrijkste heb ik even onder elkaar opgeschreven. En dan is dit mijn planning voor de week. Oké, ik ben klaar met het maken van mijn planning. Ik hoop echt een beetje dat ik me aan deze planning kan gaan houden. Want ja, het is toch vakantie, dus af en toe heb ik er ook niet echt heel veel zin in. Maar we gaan er gewoon voor om ons aan onze planning te houden. Laat even weten hieronder in de reacties hoe jij plant. Wat is jouw favoriete planmanier? Is het ook bijvoorbeeld een planner? Gebruik je altijd een bullet journal of doe je het op een andere manier? Laat het even weten, ik ben heel erg benieuwd. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden klik gelijk even op dat belletje, zodat je weet wanneer ik een nieuwe video plaats. Volg me even op Instagram als je dat leuk lijkt. En dan hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video. De volgende keer weer. Bye!